снова летаю. Identiteit die we toeschrijven aan dingen is slechts fictief. Vastgesteld door de geest. Het is geen keuze. Maar wat als ik wel mijn eigen identiteit kies? Bankje gaat en dat hij na 10 seconden dan zegt, ja nee, zoekt u maar een ander job, zoekt u eens een serieuze job. Hoeveel keer dat je dat al niet gehoord hebt, zoekt u maar iets serieus. Ja, ik heb hier in totaal een 80-tal treadjes liggen. Er zijn treadjes bij van overal in de wereld. Ik weet niet wat ik hier nu vast heb, ik kan het niet voelen. Pijlbos. Nu, zie jij het, Emily? Het eerste wat ik deed, dat was echt naar mensen hun gezicht staren. Ik had altijd gehoord, het eerste wat je vergeet als je blind wordt, dat zijn gezichten. Ja, zeg maar eens goed. Soms lastig het leven, hè. Ja. Uiteindelijk is dat een stuk egoïsme, want dat hebben we ook tegen haar gezegd. Als we eigen kinderen hadden gehad, dan hadden we hier geen, hadden we geen adoptiekinderen geweest. Ik ben daar heel eerlijk in. Maar. De mensen wonen daar, ja, gewoon er van der duurt. De mensen die net wisten, ja. En die jonge mensen, die komen niet buiten op, die moeten aan de vuiten zitten. Vriend van mij van 24. Ja. Die is omgekomen. Gekomen bij een bom. Dat komt terug, hè? Dat komt terug. Dat ze uiteindelijk wel zal meevallen. Elk kind heeft orde nodig, zeggen ze, maar ik geloof er niet echt in. Want fuck orde eigenlijk. Uitstekend. Nu zitten we op dezelfde golflengte. Here we go.
Nou, jij bent toch een dokter? Help hem dan toch gewoon? Ik ben de Magal. Ik zei ze in de Magal. Ja, dat weet ik, ja. Is maar één woord voor te zeggen. Ik voelde mij zodanig ellendig dat ik euthanasie wou doen. Het is dierenrijk en mensdom. Zo werkt het. Ja.